Hey, ik ben Ruud. En Joey. Van Made United. En Joey, wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan maiskoekjes bakken. We hebben van alles voorbij. Mais natuurlijk. We hebben ei. We hebben bloem. Lekkere toedi. Bami kravassi. Heet het. We hebben wat peterselie, knoflook en prei. En Andere hete toelie. Ja, chili saus, hot sauce, hoe je het ook wilt noemen. We hebben een hele collectie staan hier, dadelijk gaan wij hier een mooie selectie van maken. Want we gaan een stuk 2-3 gebruiken, denk ik. Niet allemaal, want dan wordt het misschien een beetje veel. Proeven, ruiken. Want het is een belangrijk ingrediënt voor de maiskoekjes in ieder geval. Ja, ik heb het nog nooit gegeten trouwens, maiskoekjes, dus ik ben sowieso heel erg benieuwd. Maar goed. Zowel Joey als ik zijn fan van hete saus, hete toelie, zoals wij het altijd noemen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er sowieso zin in. Eens eventjes kijken. Deze, voor de titel alleen al, of voor de naam. Sea Burn Hot Sauce. Kan licht gebleekt worden natuurlijk, maar plaatjes is ook wel grappig. We gaan even een scheiding maken. Even kijken. In de zang. Warning. One drop at a time. Oké. Dat betekent dus 2 druppels. Oh, read before opening. Ik dacht dat het stond dead before opening. Dat zou wel heel erg vroeg zijn. Deze ken ik. Die heb ik ooit van Ruud gekregen. Ik vond dit niet zo lekker. Ruud vond hem niet zo lekker. Jullie wel, zo te zien. Want, het is toch een bodem. Hier is hij goed bevallen. En ik zelf wil zeker deze. En die andere twee mag jij kiezen. Zeker wel. Zeker deze. En de Evil Twin. Ja. Zijn we eruit? Yep. Wap. Hey, dan gaan we dan moeten we naar het beslag van de maiskoekjes. Daar hebben we voor nodig de mais. Daar hebben we bloem voor nodig en daar hebben we eieren voor nodig. Ondertussen gaan we de selderij snijden. We gaan wat knoflook snijden, met ook wel van de knoflook toch? Zeker. En de prei wordt gesneden. Ik doe de prei wel. Oké. Dan wassen? Nee, even de buitenkant eraf halen, even wassen nog. En dan ga ik met het beslag alvast beginnen ondertussen. Daarvoor hebben we de mais in handen. Daarmee gaan we in ieder geval al wat bloem over de mais heen strooien. Daar overheen komen ook wat eieren. Hier hebben we op een specifieke manier gewoon kleine stukjes spreiden. Kleine stukjes. Zo klein mogelijk. Dus dat je altijd één papje waarmee je klein zet. Kijk even mee, want dan heb ik ook een recept. Ik weet het. In een arsenaal. Deze keukenridder. Keukenprins. Probeer ook als je de mais kiest in de supermarkt waar je mais vandaan haalt. Niet de crispy mais pakken, maar juist de vacuüm verpakte. Dus de niet crispy mais. Want de crispy mais, ik heb hier straks met bakken een probleem, want dan gaat het net zoals popcorn, gaat het poppen. En dan moeten we niet doen. Is het wel of niet? Zonder op. Trafas. Die moet erbij. Waar is de eigenlijk precies verspild? Trafas komt uit de Surinaamse keuken. En
is een... ja. Ik ga zo even kijken wat erop... Pastaatje of zo. Het is een soort van pasta inderdaad, die gebruikt wordt in de Oosterse keuken. Ja. Lekker. Ik gebruik de... Zoutig. Ja, zeker. Ja, ik gebruik de Trofassi in principe ook voor als de zout en smaakmaker in het geheel. Ik gooi er gewoon één lepel van in. Deze laten we even staan. En we gaan de selderij even snijden. Proberen we in kleine stukjes te snijden die dadelijk door de mais heen gaat. Een recept dat ongeveer een half uurtje klaar is. Dus dat is ook heel erg prettig. Het is geen rij erop in. Is dat genoeg zo? Te veel misschien? Nee, is genoeg. Kom maar goed doen. Dus de... Ik voel een nieuwe carrière op in jou zo. Ja, hè? Moet je toch iets nakereet? Zie dan? Nee. Ja. Wat heb jij nu nakereet? Nou, nakereet. Ik ben al bezig met de voorbereidingen voor de For All We Know shows die in maart natuurlijk plaatsvinden. Ja. Maar dan duik ik er echt in. Dan begin ook de repetities zo'n beetje. En zorg ik dat ik mijn eigen partij natuurlijk goed onder controle heb. Wie gaan er allemaal nu meedoen? In principe dezelfde muzikanten als van de plaat. Dus dat is Jermaine van der Bort, alias Woodstick op zang. Christopher Gildeno, bas. Marco Kuipers op toetsen. Thijs Schrijnemakers, die ook met ons mee doet natuurlijk in Carré op Hammond. Leo Margaret uit Zweden op drums. En als extra live gitarist Bart Hennephoff van Textures. Of ex-Textures moeten we eigenlijk tegenwoordig zeggen, helaas. Die gaat ook meespelen. Dus dat is gek. Cool. En daarna, dan gaat Will Invitation weer van start. Daar heb ik ook weer heel veel zin in vanaf oktober. En jij? Een maiskoekje bakken. Nieuwe carrière. 2018 wordt voor mij vooral een jaar waarin ik zeg maar nieuwe plannen moet gaan maken. Want de afgelopen 2 jaar heb ik toch echt wel een teken ook van Carré gestaan. Leek toen nog heel ver weg. En nu is het volgende maand. Is het zover. En de grootste vraag die natuurlijk bij ons in het Media United kamp heerst is wat na Carré. En het mooie is dat we dat na Carré eens gaan bedenken. Dus 2018 wordt een tijd met nieuwe plannen en nieuwe ideeën. En daar heb ik eigenlijk echt heel veel zin in. Om gewoon weer eens helemaal fris iets nieuws op te starten. Dus ik zeg dat ik echt steeds meer naar uitkijk ook naar het januari aspect. Niet alleen Carré, ook die Duitse shows. Oh, de Duitse brief vond ze ook echt gek. En het toffe van Media United is dat we dus allerlei kanten op kunnen. We hebben ook festivals gedaan natuurlijk, hè, zoals een Download en een Wacken. Ja. En dat werkt ook heel goed daar. Maar zeker toch dat de wat kleinere zaaltjes of de cafés, dat vind ik altijd heel erg tof. Ja, zeker. Ja, dat was het idee. Ondertussen ben ik wel klaar met beslag. Ziet er heel lekker uit. Ziet er lekker uit, hè? Lekker en... ik weet niet, kan ik nou nog niet zeggen eigenlijk. Een goeie stukje braaksel. Ja, alsof het al een keer gegeten is door iemand. Door hond. Zal ik er gewoon extra bij doen? Hoppa. Weg. Ha ha ha.
Dus, nu. De sausjes erbij. Sausjes erbij. Zo mooi in een etalage. Ja, precies. Ja. Maar, nogmaals, even serieus. Ik weet niet hoeveel. Eén keer erop. Oei. Ja. Ik ben inderdaad echt blij dat mijn agenda leeg is de rest van de dag. Ja. Ach. Goed knijp me dan. Ik heb het eerst terug. Dus. Ja, misschien net zo wel. Ja. Bram, kom eens, kom zo even proeven. Zo. Best wel pittig. Dank je. Nee, dankjewel. Jongens, dat is echt heel pittig. Ik zou, als ik me er dan mee mag bemoeien, hè? Shit, hoe zat nou ook al? Ik zou het zo doen. Bram mee? Ja. Ja? Met een huid achter de tafel. Oké, ik kan daarmee beginnen. Nou, gaan we de maiskoekjes bakken. Doen we in zonnebloemolie. En zonnebloemolie die wordt net iets heter dan olijfolie, vandaar dat we voor zonnebloemolie kiezen. De vorm van frituur. Ik gooi gewoon ruim voldoende in de pan. 3 days later. Inderdaad met frituren. Tip om te checken of olie heet genoeg is, is simpelweg je vingers even nat maken en erin. En dan moet eigenlijk het water moet gaan pruttelen, moet eigenlijk gaan knetteren, dan de olie heet genoeg is. Ik ga de maiskoekjes erin gooien. Dag voor de carré show gaan we een grote repetitie houden met de gasten. Dat doen we in heel ruim een week. Ook daarvoor hebben we nog hebben we 50 kaarten gekocht voor mensen die zeg maar bij de repetitie erbij willen zijn. Tickets die zijn te koop. De ticketlink zullen we hier in beeld zetten. Ondertussen zijn de eerste maiskoekjes klaar. Die ga ik eruit halen, in een vergiet gooien om ze uiteindelijk uit te laten leggen zodat ze goed droog zijn. En dan is het aan Bram dadelijk om de eerste maiskoekje te gaan proeven. Het ziet er eigenlijk nog steeds uit alsof het al een keer is gegeten, alleen toen worden met pannen gegooid. Nee hoor, het ziet er lekker uit. Zullen we Bram als eerst laten proeven? Ja, zeker. Ik lag die camera vandaan. Ik was iets te, hoe zeg je dat, gortig met de saus, ja. Dus ik wil een proefknijm. Matje. Deze is sowieso heftig en er zit veel in.
deze is wel te doen, er zit er best veel in. En deze is van mij niet zo heftig. Nou, en daar heb ik ook niet zo heel veel in gedaan. Help yourself, man. Nou, hier goes nothing. Het voelt een beetje als een stukje KFC. Oh ja? Maar het smaakt niet. Godzijdank. Best doen. Ja? Ja. Het beste compliment dat je kunt krijgen als kok zijn. Best, best doen. Dan? We hebben ons best gedaan, man. Goed binnen te halen. Ik ga er ook eentje. Ik heb van de safe modus zeg. Ja. Ja, dan ga ik meer met de safe modus mee in het begin. Opbouwen, hè? Opbouwen. Nee, hier proef ik helemaal geen. Wel lekker. Dit vindt ik gemiddelde Nederlander wel te doen. Ja. Geef maar aan. Ja? Cheers! Er ligt nu tussen de cavia's, denk ik. Ja. Ja, dus er zal wel iets aan wezen. Nou. Ja, boy. Ik hoop dat dit wel een stapje verder is weer qua spiciness. Deze is het lekkerste. Deze heeft gewonnen bij mij. Ja, mij ook. Ja. Ah. Nou, wij gaan niet verder, denk ik. Hè? Volgens mij een hartstikke tof experimentje geeft dit. Ja, absoluut. Nummer 1. Nummer 2. Sorry Bram, 2 tegen 1. Ja. 2. Eilanden. Nummer 3 is het gewonnen. Ja, ze zijn alle vier lekker, natuurlijk. Ja. Ja. Bedankt voor het kijken. Ja. Wellicht gaan jullie het ook een keer proberen. Ik wel niet zoal. Zelf een keer thuis. Ja. Gek. Misschien vanavond al? Nee, dat zou gek zijn. Voor de tickets ga naar ticketmaster.nl Man United. En voor de tickets voor de repetitie, die zetten we nog even een keer hier boven de maiskoekjes in beeld. En het is kerst volgende week, maar we zijn er wel. Volgende week, eerste kerstdag, nieuwe aflevering. Hou we me. Dat je top. Tanto, tantísimo. ¡Ah!